Spannend. Ja, heel spannend. Ja. ja, met wie sta ik eigenlijk in de lift? Ja, met, uh, met Edwin van Groningen. Uh, en ik ben uh, werkzaam bij uh, Deloitte. Ja, en wat is jouw rol daar? Ja, heel breed eigenlijk. Uh, ja, we zijn werkzaam in, uh, in de, in de MKB-markt. Uh, uh, en uh, daar willen wij, zeg maar, de, de vertrouwde adviseur zijn uh, in de breedste zin des woord. ja uh, Mijn okay. persoonlijke rol is dat ik uh, uh, accountantie partner ben bij Deloitte. En in dit marktsegment probeer. Uh, uh, bedrijven te helpen, maar met name ook uh, onderdeel te worden van ecosystemen. Uh, uh, dat vinden we belangrijk, om er onderdeel van te zijn. Uh, om uiteindelijk uh, ja, veel waarde te brengen naar de markt. Ja, zo ook dit ecosysteem. We zijn, ja. uh, we zijn bij uh, in Utrecht, de start-up hub van de hele regio hier. Um, uh, kijk even ja. je buurman aan, uh, Erwin. Erwin. Ja, ja. Erwin Nijenhuis, ook werkzaam bij Deloitte uh, sinds uh, januari 2018. En eigenlijk opgesteld uh, als financieringsspecialist. Dus. Financiering Nou, dat ja. klinkt als een, als een nou, welkome gast in een start-up omgeving als deze. Want ja. er zitten nog wel eens wat bedrijven die financiering zoeken. Ja. Je zit hier sowieso fysiek elke donderdag, maar je bent Klopt. überhaupt gewoon een vraagbaak voor de... Startups en bedrijven die hier zitten. Zeker. Wat ik enorm aan jou waardeer is dat je niet met zo'n stopwatch op zak loopt en direct op een knop drukt als iemand nee. een vraag stelt. Nee, nou ja goed, we zitten hier elke donderdag. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Uh. Ja. En op wat voor manier kunnen de ondernemers die hier zitten, nou gebruik maken van het feit dat jullie partner zijn van Dot Slash. Wat, wat houdt dat in in de dagelijkse praktijk? Nou, dat houdt in dat, uh, dat we als vraagmaker willen fungeren. Dus dat betekent, uh, kom met vragen. Uh, waar loop je tegenaan? Kijk, Deloitte is natuurlijk bekend van uh, compliance, com uh, jaarrekeningen, uh, fiscale aangiftes, uh, BTW enzovoort. Maar je kunt bij ons terecht voor een heel breed scala aan, aan, aan vragen en uitdagingen. There's more. Yes, uh, yeah. much more. <laughs> Zeker. Zeker. Oké, okay. okay, maar... And, and, man, uh, Noem eens een voorbeeld. Welk voorbeeld kun je noemen van een ondernemer in Dot slash die bij jou terecht is gekomen, waarbij dat echt uh, een goede keuze is geweest? Onlangs raakte ik in gesprek met een ondernemer die zegt: ik, uh, ik wil mijn business verbreden, ik wil naar het buitenland. Ik krijg heel veel aanvragen vanuit Brazilië in dit geval. Ja, zeg, ja maar Brazilië is Weet een moeilijke welke dat markt. Is. Dat is Crowdlet geweest. Dat is Crowdlet geweest. Dat ja. Klopt. En die zeiden: Ja, hoe moet ik nou die markt betreden? Ik zeg: Nou, ik kom daar ook niet dagelijks, laten we daar eerlijk in zijn. Maar we hebben een hoop collega's die die kennis en kunde wel hebben. Dus ik ben op zoek gegaan naar contactpersonen voor hem... om daar die markt verder te verkennen. En te kijken, van wat heb je nodig om daar binnen te komen? Om je te vestigen? om, om uh, ja, wat, wat voor handelsbeperkingen zijn er ja, wel, zijn er niet? Hoe krijg ik mijn goederen Brazilië in? Ja. Hoe krijg ik het ja. veld er weer uit? Ja. Dat was volgens ja. mij de... de en, ja. en, en, en hoe... Kijk ik of dat een betrouwbare partner is die klopt, daar zit. Klopt. Dat, dat, dat. Dus uiteindelijk via een collega van, van mij uh, heb ik een, een drietal contactpersonen aan hem kunnen aanreiken om ja, waar mij, waarmee hij verder kan. En waarmee hij dus verder uh, kan onderzoeken. Ja, wat ga ik wel doen? Wat ga ik niet doen? Uh, ga ik wel investeren, niet investeren. Ja, noem maar op. Ja. dus dat is eigenlijk een rol, los van compliance. Hè, want nogmaals, daar, daar, zijn, daar staan we voor bekend en staan we voor opgesteld. Maar dat is een hele andere vraag die toch bij ons terecht kwam. En ja, die we toch kunnen invullen. Ja, nou zit hier bomvol met ondernemers, vrij ambitieuze ondernemers. Nou, ja, kijk even, Edwin, nou, je bent met partner bij Deloitte. Eh, toch ook ondernemend. Bij Deloitte moet er ook geld verdiend worden. Zeker weten. Hoe kan dit nou? Want als, als, als Ed, Erwin dit gewoon uh, weggeeft, deze informatie, waarom zouden jullie dat doen? Nou, voor ons is het belangrijk om, om duurzame relaties te ontwikkelen. En uh, we willen graag investeren uh, in nieuwe bedrijven, nieuwe contacten uh, voor de toekomst. Nou, hier zitten heel veel van die jonge bedrijven. Uh, Startups, maar met name ook scale-ups. Uh, en op het moment dat jij niet bereid bent om in elkaar te investeren, elkaar te leren kennen, elkaar te helpen... gaat er ook nooit een vliegwiel uh, ontstaan. Nou, vandaag een euro verdienen is leuk. Ik heb liever een klant die 20 jaar klant is... En dat we de komende 19 jaar ook wat mogen verdienen, ja. ja. Dus eigenlijk zeg je: als wij nu die kennis gewoon al delen en daarmee ook uh, uh, die, die, die start-up of die ondernemer eraan laten wennen, dat wij die kennis in huis hebben en een goede partner zijn ja. om dit te doen op het moment dat die klaar is om een Deloitte klant te worden, dan is uh, of een, een partner zoals uh, zoals Deloitte, ja. dan is Deloitte een hele logische dan is de logische stap. En, ja. en uh, uiteindelijk, uh, we hebben ook heel veel echt kleine bedrijven al als cliënt. Ja. Uh, dan maken we een uh, package op maat. Uh, nogmaals, we investeren graag. Uh, niet voor niets dat we hier elke donderdag zijn in verschillende settingen. Uh, ja. We hebben ja. vast een team van drie collega's. Nou, Erwin is hier met grote regelmaat, collega Peter Ensing. En ikzelf ja. ben hier ook uh, vaak uh, uh, aan het werk. Ja, en het geeft ook een hele mooie uh, uh, dynamiek, ook voor ons. Uh, Misschien wel goed om, om aan te geven, we willen de, 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 de ondernemer niet alleen helpen met het netwerk van Deloitte, maar we hebben zelf natuurlijk ook een waanzinnig netwerk, cliënten, andere netwerkcontacten. Ja. En we proberen ook met name ook die verbindende rol te spelen om, ja, om, om, om bedrijven snel op de juiste plek te krijgen. Ja, en daar hoef je dus niet op korte termijn direct al per se een factuur tegenover te hebben staan. Nee. nee. Wat, wat ons betreft niet. nee, nee, nee ja, Heel goed, nee. maar ik, en, en misschien is dat een onterechte aanname dan, hè, dat, dat blijkt nu denk ik. Ik denk als start-up, als ondernemer, als uh, misschien beginnend MKB'er, die looit toch veel te groot en veel te duur man voor een, voor een, een start-up. Het is een is de aanname hè, ja. denk ik. en het ik denk dat die groot. leeft ja, bij ja, heel ja, veel. Ja, ja. Uh, nou, het is in ieder geval groot als je kijkt naar het merk, we zijn natuurlijk een wereldwijde Spelen. Uh, maar het is ook heel klein en heel dichtbij als je uh, met de mensen werkt uh, die in onze team zitten. Uh, allemaal uh, collega's die snappen uh, wat er speelt uh, bij een startende ondernemer, bij een bedrijf die groeipijnen heeft, uh, de uitdagingen die er zijn. Uh, en wat, wat, wat ook wel belangrijk is, ik denk dat we hebben veel ervaring hebben met uh, samenwerkingsvormen van verschillende DGA's, familiebedrijven. En dat geeft gewoon een bepaalde dynamiek, emotie. Als je dat niet snapt, dan, uh, dan zit je niet... Uh, in het goede marktsegment, maar onze mensen snappen dat wel. Maar betekent dat dan ook dat, dat hoorde ik je net, dachten ik al een beetje tussen de regels door zeggen, dat jullie speciale pakketten hebben ook voor dit type startende ondernemer die misschien nog wat minder diepe zakken hebben, om daar uh, flexibel in mee te bewegen met de fase waarin zo'n bedrijf zit. Met andere woorden, is er een ander tarief voor startups? Nou, wat, wat, om het wat, maar heel plat even te houden. Wat we uh, met name zien is doorheen. dat we kijken naar uh, uh, bedrijven waar potentie in zit, investeren we uiteraard graag in. Uh, maar kunnen wij ze zelf niet helpen omdat om we denken: oké, okay, Het uh, is dus nog te vroeg of, of te vroeg. Vroeg, ja. Ja, ja. Dan hebben we ergens in ons netwerk wel een partij uh, waarmee ze ook kunnen helpen en dat ze het ook goed voor elkaar hebben. Ja. We werken ook gewoon samen met uh, ja, collega's met kleinere kantoren, één uh, pit uh, van wat grotere kantoren. We proberen gewoon altijd te helpen. En uiteindelijk, als je, als je mensen, bedrijven helpt, dan weten ze je te vinden, bouw je daar een hele gedegen reputatie mee op. En weet iedereen waar je voor staat. Ja. Nou, over ja. verbinden en helpen gesproken. Ik denk dat wij binnen dit ecosysteem ook al wel zo'n partij hebben. Die heel goed zijn in juist misschien de wat kleinere organisaties. Misschien wel het voorstadium van die En ik weet niet of zij dat. Ook zo zullen zien. Maar dat, dat is een beetje mijn gevoel erbij. Uh, zal ik jullie daar eens aan voorstellen? Want ik denk dat als jullie ja, Stel dat jullie daar een goede klik en goed gevoel Echt, mee hebben. Ja. Ik denk dat het heel leuk kan zijn. Ook dat als je zo'n partij moet zeggen, nou, eh, uh, graag maar uh, over een paar jaar als je net in die fase ja. zit. En voor nu uh, uh, lopen we even naar de zesde ja. etage van gebouw 400, de Westvleugel. Want ja. daar zit Triad Of ik noem maar wat. Af de samenwerking. Ja. Hè? Wat je ja. ook vaak ziet is dat de dagelijkse ondersteuning vindt plaats vanuit een andere partij. Nou, wellicht ja. is het een hele mooie partij om, om, om daar te beleggen. Maar als er wat complexere zaken zijn, dan haken ja. we gewoon aan. En voor, en, dat eh, voor dat onderdeel. Op advies. Ja, 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 ja. ja. hey, um, Erwin, jij bent een van de... Partij die hier regelmatig aanwezig is, als hier een huurder aan tafel zit in de lift. Aan tafel in de ja. lift. ons <laughs> eh, staat staat ja. uh, in de lift. Dan vraag ik altijd: wie zijn jouw buren? Aan uh, partners vraag ik noem eens twee van de andere partners en vertel eens wie zij zijn en wat zij doen. Nou, we zitten met een aantal partners elke donderdag. Dus uh, ik, ik kan er zo heel uh, twee kiezen, noemen. Maar ja, het, is heel ja, het is heel moeilijk kiezen. Laat, laat ik beginnen met <laughs> uh, Philadelphia. Want dat vind ik uh, in, in een start up ecosysteem best, best een bijzondere. Uh, maar zij kijken echt met een eigen visie uh, naar, de, naar de huurders. Uh, zij kijken ook vanuit een ander, uh, andere activiteiten, zeg maar, naar de huurders. En ik, ja, ik vind het wel heel heel leuk hoe ze dat doen. Uh, zij helpen echt met het out of the box denken uh, bij huurders. Uh, ja, ze zitten natuurlijk zorggerelateerd. Zorg dat dat weten denk ik iedereen. Uh, maar dat, en dat sluit niet altijd aan bij de huurders die hier zitten. Maar juist daarom is het heel interessant om met dus eens een, een externe partij ja, gewoon te klankborden. En dat doen ze volgens mij met, uh, met heel veel plezier. Ja, ja je zegt uh, out of the box denken. En dat is volgens mij wel weer iets wat voor heel veel huurders aanspreekt. Dat uh, hoop dan ik wel. Er kom hier ja. weinig start-ups tegen die. ...te bang zijn om out of the box te denken. Want dan zit je hier uh, je 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 niet, niet helemaal op de plek. Op de plek. Nee, nee, eens, dus eens. Philadelphia, Suzanne ja. is dat. Ja. Uh, uh, nog een voorbeeld? Uh, Rabobank uh, zit hier ook. Uh, ja. Nou ja, goed. Uh, zij helpen natuurlijk met, uh, met betalingsverkeer uh, op te zetten. Oh, want ja, dat, dat, daar begint het toch mee als je, als je zaken wil doen. Uh, zij financieren natuurlijk ook. Nou ja, goed, ik ga ja, al aan wou mijn het vragen. In hoeverre zijn jullie conflicterend op dat vlak? Nou, dat hoeft helemaal niet uh, zo te zijn. Uh, zij financieren, wij als Deloitte financieren natuurlijk niet, maar ik ondersteun wel uh, startups met financieringsaanvragen. Dus ik, ik had uh, vanochtend toevallig met Demir nog over van, ja goed, uh, uh, heb je veel financieringsaanvragen onder handen bijvoorbeeld? Hij zegt ja, natuur natuurlijk wel. Alleen wij kunnen ook niet alles meer. Wij kunnen niet de hele financieringsaanvraag voorbereiden. Wij nemen de aanvraag wel in behandeling. Maar voordat je bent uh, tot een aanvraag, zeg maar, ja, moet er ook nog wel wat gebeuren. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk complementair en eigenlijk niet concurrerend. Is dat ook een van de zaken waar huurders heel goed voor terecht kunnen bij jullie? Dus ik, ik, ik wil financiering ophalen. Uh, dan komt er op een gegeven moment een aanvraag bij een financierder. dat kan de Rabobank ja. zijn. En, en, en ik heb me wel eens laten vertellen, die willen heel snel. Die kijken naar een aantal punten en die willen daar niet naar ja. hoeven zoeken. Klopt. Bijvoorbeeld. En dat Klopt. structureren van zo'n aanvraag, ja. weten waar zo'n bank naar kijkt, uh, ja. dat, is, dat is eigenlijk mijn rol. Ja, en daar help ik ze graag uh, mee. Want het, uh, het zeggen dat je financiering nodig hebt, daar dat, ja, vaak denkt een de start-up, nou ja, dat is op zich wel genoeg. En ik lever mijn ja-cijfers aan als ik die al heb. En misschien wat prognoses. Maar ja, dat is vaak de helft van de vraag. Kom maar door met die zak. Ja, ja. Zette manier. En dan sprak ik gisteren nog een, 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 een start-up hier die um, hier heel graag wil zitten. Ik denk ook dat ze heel goed passen bij het ecosysteem. En uh, toen zei ik: Hoe ga je je groei financieren? Doe je dat helemaal zelf? Want hij heeft een ander bedrijf ook nog waar ook geld in zit. Hij heeft geld in zijn holding. En ga je dat zelf doen? Of, en hij zei: Nou, ik, 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 waar ik een beetje bang voor ben, is dat als ik nou vreemd vermogen ga aantrekken, dat ik A, mijn zeggenschap kwijtraak. Maar als ik mijn zeggenschap. Eh, dan ga ik wel voor een baas werken. Dat ja, was een van de ja. zorgen. Hè. Dan ja. moet ik in één keer verantwoording gaan afleggen over wat ik doe. Uh, en anderzijds, uh, ja, is, ik, ik weet niet wat voor signaal ik afgeef. als ik zeg dat ik. Het niet zelfde, is mijn concept wel goed als ik het niet zelf kan, kan financieren? Hoe, hoe is jouw visie daarop bijvoorbeeld? Uh, enerzijds uh, het, het afleggen of het afgeven van zeggenschap. Ja, nou, uiteindelijk uh, iemand die betaalt uh, bepaalt, zullen we maar zeggen. Uh, dus je zult uh, in, in uh, overleg moeten gaan van ja, hoe gaan we het structureren? En wat hoort daar wel bij en wat hoort daar niet bij? Ik, ik zou daar niet meteen uh, bang van worden, zeg maar. Want het begint eerst in overleg af te, af te spreken hoe en wat. Um, Ten aanzien van uh, uh, ja, uh, uh, zelf financieren. Zelf financieren. Ja. Er zijn natuurlijk weinig bedrijven, als je om je heen kijkt, die de groei zelf financieren. En het is in die zin heel natuurlijk om je groei te financieren. Kijk, als je het hebt over verliesfinanciering, dat is een ander andere tak van sport. Hey, uh, de afgelopen maanden geloof ik van, van het eerste kwartaal 6000 euro naar, uh, uh, volgens mij was het 6, 20, 40. Uh, ze gaan ja, echt een mooie een, ja, een mooie, een mooie hockeystick, ja, we ja, ja, ja zeker ja, ja zeker ja. dus um, maar goed hij wil ook hij wil natuurlijk die hockeystick nog steiler hebben en nog harder groeien en ja dan is ja. Het dus eh, kies ik ervoor om het zo te houden en groei ik zo door en dat duurt het misschien wat langer maar dan het blijft het wel helemaal van mezelf ja, ja kijk dat ja, is ook nou dat aflegingen? hoort ook bij strategie zeg maar hè? dus wat is je strategie waar wil je wanneer staan wil je snel groeien wil je langzaam groeien wat past bij jezelf dat vind ik ook heel erg belangrijk om te zeggen um, Kijk, en een bank, uh, de core business van een bank is natuurlijk financieren. Uh, en als je zegt, ja, ik ben misschien nog niet uh, uh, bankable, hè, om maar een mooi woord te gebruiken. Ja dan kun je ook kijken naar alternatieve financieringspartijen. Er zijn zoveel partijen momenteel die op basis van debiteuren, op basis van facturen, al, al financieren. Natuurlijk uh, moet je kijken naar de voorwaarden en of dat bij je past. Maar er, er zijn mogelijkheden genoeg. Ja, weet je wat nou shit is? We zijn aangekomen. Op de oh, vierde nee. etage Achers. van gebouw ja. 100, kijk, waar kijk, jullie kijk. elke donderdag uh, vertegenwoordigd zijn op de Corporate Wing. Ja. Um, uh, Edwin en Erwin van Deloitte, ik wil jullie ontzettend danken uh, dat jullie met mij in de lift wilden stappen. Ja, graag gedaan. En um, uh, zeker jouw laatste verhaal, dat ga ik gewoon even losknippen en doorsturen naar deze desbetreffende ondernemer. Want het lijkt me wijs als die eens met jullie in gesprek gaat. Super, leuk. Um, uh, Wordt vervolgd. Dank jullie wel. Ja, ja, mooi, ja, ja, tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door in willekeurige volgorde Deloitte, Capgemini, Rabobank, Peper in je pand, Gemeente Utrecht, Startup Utrecht, SHV, Philadelphia en Walvis Venture Capital. Allemaal partners van de start de startuplocatie van Nederland aan de Europalaan in Utrecht.